De calculaties van deskundigen werken niet meer als het aankomt op neerslag en andere weersverschijnselen die invloed hebben op de landbouw, zei landbouwminister Prahlad Suddin vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman geeft aan dat de neerslag van de afgelopen dagen voor sommige landbouwers goed uitkomt, terwijl anderen veel last hiervan ondervinden. Die keer is blij, ze hebben weer water, ze zaaien weer in. Het is ook leuk om te ervaren dat je soms 1 of 2 pompen moet uitschakelen even. Dat je het water op niveau houdt, boeren voorop kunnen inzaaien. En in de andere sector krijg je plotseling zoveel water in 1 keer. Je mag de geweldigste infrastructuur hebben. En wij laten ons water uit op de rivieren. En als toevallig aan de ene kant hard regent en zo'n rivier heeft hoog waterstanden, dan moet je wachten tot het eb wordt. Maar dan zie je ook meteen de beperkingen waar het nog niet is schoongemaakt. En je ziet overal nu tegelijk, vanmorgen hebben we ook wat besluiten genomen om hier en daar wat extra machines in te zetten. Dus zaken lopen, het is even, je moet niet te lang onder water blijven, want dan schat je gewas eraan. De bewindsman geeft aan te hopen dat het wat minder gaat regenen. Maar stel dat de ontwikkelingen in andere landen aangeven dat de regen blijft komen. De voorspellingen vereisen nieuw beleid. De bewindsman stelt dat er heel andere methoden moeten worden toegepast om toch goede resultaten te halen in de landbouwsector.